jullie beloofd hele mooie beelden te laten zien van Jagger en Novi. Dat we die gingen maken. Maar misschien weten jullie wel dat het flink aan het sneeuwen is geweest. En daar zijn die beelden prachtig om met paarden foto's in de sneeuw te maken. En video's in de sneeuw te maken. Alleen bij ons op het terrein is het dan echt spekglad. En in de bak, de ondergrond is knijterhard. Dus ik durf ze sowieso niet los te gooien dan alleen maar een beetje te wandelen. En Novi, dat is heel gek trouwens. Want Novi is degene die onbeleerd is, niks kent. Maar komt uit Spanje. En dan als ze uit Spanje komen, ik weet niet, ze plakken daar overal ijzers onder. Dus de smid die komt volgende week ze eraf halen. Dat vindt gewoon niet nodig. Dus met ijzers en sneeuw is ook niet echt een succes. Dus ik probeer het pad altijd vrij te maken, dat ik in ieder geval een beetje kan stappen. En voor de rest hebben ze allemaal vrij. Dus ja, het is echt onmacht dat ik die beelden niet kan laten zien aan jullie vandaag. Dat is echt super jammer, want we hadden er heel veel zin in. Danielle ook, maar het is echt spekglad op de weg. Dus ik moet best wel een eindje reizen om naar mij te komen. En dan eigenlijk voor een paar sneeuwfoto's die ik eventueel zelf ook nog zou kunnen maken. Dus ja, dat is natuurlijk echt hartstikke zonde. Ik heb nog wel een leuk nieuwtje met jullie om te delen. Het is bekendgemaakt. Ik word YouTuber van Applejack. Dus echt super leuk. Dan gaan jullie ook meer video's zien die flink paard gerelateerd zijn. En niet zozeer echt aan mijn leven, denk ik. Maar meer gewoon echt leuke weetjes, leuke shopvlogs. Meer op stal, meer van de paarden. Noem maar op. Dus dat wordt echt super leuk. Dat ga ik samen doen met Romy van Rov Dressage. Dus dat is echt super, super gezellig ook. We wonen niet zo heel ver bij elkaar vandaan. Oh, yo, zo. Zonnetje. Nou, je ziet dat het wel mooi weer is. Jeetje, wordt gewoon verblind. Maar ja, nu ook ligt er een dik pak sneeuw. Daar baal ik echt ontzettend van. Ik ga wel proberen vandaag misschien wat sneeuwfoto's te maken. Ik weet dat nog niet zeker. Misschien alleen van Santos, want daar is het pad vrij. En dan kan ik ervoor het stuk in de sneeuw zetten. Ik denk dat ik dat misschien ga doen. Ik weet het allemaal nog niet zeker. Ik denk ook dat ik vandaag alleen maar dit ga vertellen. En niet zoveel gaan vloggen, omdat de volgende vlog dan super leuk gaat worden. En ik wou jullie gewoon even een update geven over waarom die beelden dus niet online staan. En ik kan er echt niks aan doen. Maar op het moment liggen we gewoon allemaal een beetje stil met de sneeuw. En vooral met de paarden met ijzers. Paarden zonder ijzers krijgen ook wel klompen in de hoeven als je ze niet goed bijhoudt. Oh, het is ook echt spekglad op de weg, jongens. Maar ik ben inmiddels thuis. En Dana is er ook, zie ik. Stitch ride ik even naar. Dana komt ook. Dus we zijn er klaar voor. Dana gaat namelijk Santos rijden. Timing, hè? Zeg eens even hallo tegen de volgers. Hallo. Dus Dana gaat nu Santos rijden. Die is er helemaal klaar voor, hè? Helemaal leuk. Dus hebben een moeder die... moeder en Dana hebben een sneeuwballen gevecht. Dus die kreeg even de volle laag. Nou, goed. Het is vreselijk. Oké, ik ga even de vlog afsluiten. Want dit is allemaal heel onserieus allemaal. Dana is even Mila halen. Want we willen ook even sneeuwfoto's maken met Mila. Mila is de hond van Dana. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Misschien kan ik dit even een stukje filmen. Ik denk dat het wel leuk is als Dana dat goed vindt. Dat ik even een stukje van het rijden film. Santos, ik wil wel even benadrukken. Santos is echt een heel moeilijk paard. Daarom gaat Dana er ook nu even op. Dana is gewoon een heel stuk handiger dan dat ik ben. Voor degene die mij nog niet net volgen. Dana is een Grand Prix Amazone en ook 6 keer Europese kampioen geweest. En die kan gewoon echt een tandje beter rijden dan ik. Dus dat, die kan even mij een stukje weer er doorheen helpen. Want ik loop echt mega vast met hem op het moment. Maar Santos wil ik nog even benadrukken. Santos is echt geen makkelijk paard. Santos loopt gauw wat te diep. En hij moet toch die aanspanning gaan maken over de rug. Dus dat hij wat te rond en te diep wordt, dat klopt. Maar hij moet vanaf dat stukje aan die aanspanning, moet hij uiteindelijk met zijn neus eruit komen. Dus dat wil ik nog wel even extra benadrukken. Het is niet dat wij hem laag en rond trekken of rijden per se. Nee, dat doen wij niet. Het is echt, hij is zijn hele leven zeg maar zo gereden in Spanje. Dus dat is wel een beetje in zijn systeem blijven zitten. Want Santos is alweer 20 jaar oud. En toen hij 17 werd, is hij naar mij gekomen. Dus hij is zijn hele leven daar gereden. Nou, Mila is hier inmiddels met haar mooie jasje in de sneeuw. Dus die is er ook. En dan zie ik jullie zo weer bij Santos op stal.
Kijk nou. Miel, wat is een knap hondje. Is je knap? Ze praat altijd terug. Is een hondje? Ben je zo'n knap hondje? Schattig, hè? Nou, Miel, jij mag zo op de foto. Ja, dat is leuk. We zijn nu in het parkje naast al. En Mila die heeft net op de foto geweest, hè? Ja. Wat een mooie stok heb jij. Wat een mooie stok heb jij. Dat is een mooie stok. Oké, niet boos worden. Ik heb niet gefilmd. Het is al avond namelijk. We zijn nog even lekker naar de bios geweest samen. Santos was een beetje erg stout. Dus ik was meer aan het opletten hoe wat. Maar kijk eens wie dit lekkere Becky is. Ik hoor een poes op de achtergrond. Kijk eens wie dat lekkere Becky is. Ja, hallo. Nou, jeetje. Nou, ik ga lekker voeren. Ik denk, laat je er even zo zien aan jullie hoe het met haar gaat. Met de grote voorpluk. Ze heeft nog wel een beetje een tik als ik aan de oren kom en zo. Als ze het nog een beetje spannend vindt. Maar oh, dat komt helemaal goed, hè meisje? Dus ik ben wel even een dubio. Ze heeft, zeg maar, wel lange manen, maar niet echt, echt lang. En ze heeft zo'n, laat eens even zien. Kijk, ze heeft zo'n hap eruit. Zie je? Dat is echt heel, ja, heel kort. En dat is zeg maar een beetje sportkoeplengte. Kijk, het is niet zo heel lang. Vis, je krijgt heus eten. Slopert. Maar goed, ze heeft dus best wel hele lange manen, maar echt niet zo heel lang. En wat ik al laat zien, dus ze heeft zo'n gapper in, zeg maar. Hey. Dus ik zit te twijfelen om er een sportkoep van te maken. En dan dat het weer aangroeit gezond. Of dat het misschien heel mooi is, een sportkoep, dat weet ik nog niet. Kijk, ik hoor nu alle lange manen mensen zo, oh my god, dat doe ik niet. Maar ik denk dat het dan wel 10 keer gezonder terugkomt. Dus ik ga even alle paarden voeren, want vis is stout. Als ik wegloop, dan doet ze dus de hele tijd dit. Dan is ze dus helemaal onrustig als ik wegloop. Maar goed, ja, de grond buiten is nog super hard. Poes is hier ook inmiddels. Dus ik ga even snel voeren. Maar ja, het is echt palen. We kunnen echt bijna niks. Maar vanaf morgen houdt het op. En dan kan ik in de volgende vlog weer leuke bewegende beelden laten zien. Maar het is zo'n ellende. Maar daarom wou ik dus eigenlijk alleen maar een korte update geven over hoe het gaat. Het gaat echt super goed verder. Alleen ja, het is jammer van het weer wat roet in het eten gooit. Omdat ja, paarden met ijzers. Jagger heeft bijvoorbeeld geen ijzers. Dus die is wel nog gisteren lekker een beetje aan het werk geweest. Maar ja, echt losgooien of zo durven we het ook niet. Want ja, het is natuurlijk echt een beetje hard allemaal. Maar de toplaag was zacht, dus we hebben hem heel voorzichtig laten joggen. Dat ging goed. Ik ga de bakjes openmaken. En even lekker eten geven aan de paardjes. Die hebben echt heel erg honger, zo te horen. En vooral vis, die moet zich altijd heel erg laten horen. Als we gaan eten, zit dat in de tralies te bijten en tegen de deur aan te schompen en te schoppen. Zeejente heeft ook honger. En dat is dus vis die zijn tanden in de tralies zet. En maar afvragen waarom ik altijd slechte tanden heb gehad. Ik weet niet. Ik zou ook niet weten waarom. Vis, heb je honger? Terwijl ze hebben hier zeg maar de hele dag onbeperkt hooi. Ik zal even mijn camera hier zetten, want deze bakjes gaan zo moeilijk open. Ze hebben hier de hele dag onbeperkt hooi. Dus ze hebben hier in principe de hele dag eten. Nou zie ik wel dat het inmiddels op is. Want dat is ook nog wel leuk om te vertellen. Of nou ja, leuk, interessant om te vertellen. Is dat ik een overstap toch heb gemaakt naar het hooi. Want ik vond dat het hooi toch betere kwaliteit had. De kwaliteit van het kuil de laatste tijd toch een heel stuk minder. Dus ja, dan ga je voor kwaliteit. En de kwaliteit van het hooi is wel goed, moet ik zeggen. Alles is aan het hinnen, alles heb honger. Maar ik moet zeggen, de kwaliteit van het hooi is ook echt een stuk beter. En ja, het is wel een stuk duurder. Maar goed. Liever wat duurder. Dat het gewoon goed is voor de paarden. Dan elke keer schimmel erin zien en dat soort dingen. Ja, daar heb ik ook niet zo heel veel zin in. Dat dat steeds voor die paarden zo is. Dus ja, ze staan nu allemaal op hooi. Ik heb natuurlijk, ben ik het aan het afbouwen. Voor de paarden die zeg maar op kuil stonden voorheen. Die heb ik natuurlijk allemaal dan half hooi, half kuil gegeven. Zodat ze eraan kunnen wennen. Dus ja, daar ben ik nou een beetje mee bezig om dat langzaam af te bouwen. En je weet, oh nee. Ja, en dat gaat als het goed is nu goed. Want ze zijn niet aan de dunne. Ze hebben geen, ja, geen gekke ontlasting. Dus ja, dat gaat eigenlijk allemaal heel erg goed. Zo, Noof, kijk eens. Ja.
stapje terug. Hop op. Ja, ooit zo. Ja, en ik heb voor alle paarden speciale bakjes. En daar voer ik ook de supplementen door het brok heen. Ik geef de brokken van Vital Bix, de Balance Plus. Laag suiker- en zetmeelgehalte is heel fijn. Zit er genoeg vitamine en mineralen in, noem maar op. En dan heb je ook nog de Everyday Balancer van Sectolin. Die geef ik er ook bij. Dat is in een maatbekertje. Nu heb ik wel de andere maatbeker, maar het is ook zo'n type maatbeker. Dus dan weer van de ander, maar die ene heb ik ook nog ergens staan. Volgens mij ligt die in het voer. Dus dat geef ik ook nog. Bij sommige paarden geef ik ook een soort muesli bij. Sprobriet om wat aan te komen. Dat is eigenlijk een merriebrok en een veulenbrok, wou ik zeggen. Maar ja, dat is voor die oude beesten ook super goed. Voor die magere paarden. Heel fijn van Cavalor. Ik heb ook nog de Pianissimo voor Santos. Die staat hier natuurlijk niet, maar dat neem ik elke keer mee. En dat mix ik zeg maar met het andere voer. Pianissimo is ook voor zenuwachtige paarden. En aangezien Santos dat redelijk is, ondersteunen we hem daarmee. Ik loop wel de hele verkeerde kant op. Dus dan weten jullie ook een beetje ook mijn paardenvoer. Dan geef ik natuurlijk de producten van Sectolin. Ik heb hier niet alles staan, want ik moet weer aanvullen. Want het is allemaal bijna op of het is op. Dus dat is wel een beetje dom van mij dat ik een beetje laat ben met aanvullen. Ik geef kleefkruid, ik geef brandnetel, rozenbottel. Viscal die probeert een bakje te slopen. Nee, stout paard. Magnesium, ik geef normaal ook gesproken ook de vitamine E. Maar die is dus nu op. Ik geef ook... Ja. Volgens mij was dat wel zo'n beetje trouwens. Ik heb nog meer gegeven. Voor de, oh ja, de Sugar Balance, dank je, die is op, die moet ik geven, want die geef ik aan McDreamy uiteraard. Ook een beetje aan Jente, want die breekt ook de suikers niet heel erg goed af. En Roderick, je hebt het gehad. En dat wil ik dus wel even laten zien. Roderick's ogen zijn echt wel een probleem nog, dat gaat wel iets beter. Maar zoals jullie wisten was Roderick heel erg opgeblazen. Dat is die, hij is nog steeds dik, dus ook gewoon een Shetlander met een dikke vacht. Maar Roderick is niet meer opgeblazen. En dat is echt sinds ik die Sugar Balance... geef en de ondersteuning voor de maag en de darmen, is die dus niet meer zo mega opgeblazen. En Roodje! Ja! Dus ja, dat is weer een hele positieve ervaring vanuit mij. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik ga inmiddels kijken. Dan heb ik hier nog het kuil liggen. En je ziet dat het kuil, het is gewoon niet zo'n hele mooie kwaliteit op het moment. Dus ja, ik moet het wel nu een beetje opvoeren. Het is wel gewoon goed. Het is niet beschimmeld. Maar ik heb gewoon wel eens mooier kuil gehad elke keer. En de laatste tijd is dat gewoon wat minder. Het ligt niet aan de leverancier hoor, maar gewoon ja, aan de boer die het gewoon aflevert. Dus ja, je ziet dat het een beetje plakken zijn. Dus ik ben het echt aan het uitschudden. Nou, dit is ongeveer een van de laatste plakken nog. Dus die ga ik nog even een beetje mixen met het hooi. Maar ja, je ziet dus echt wel duidelijk verschil tussen dit of tussen dit. Dit is echt veel mooier spul. Dat kunnen jullie denk ik zelf ook wel zien. Dus dat ga ik nu even doen. En ik hoop niet dat jullie teleurgesteld zijn in deze vlog. Omdat ik ja, jullie dus beloofd had een mooie video te maken van Novi en Jagger. En een leukere vlog neer te zetten. Maar het is allemaal zo lesminder gegaan. En ja, de sneeuwval jongens, ik kan er gewoon heel vrij weinig aan doen. En ik wil gewoon geen risico lopen dat mijn paarden hun benen breken. Dus ja, wat ik al zeg, we hebben een pad vrijgemaakt. Daar zijn we een beetje op aan het wandelen. En voor de rest is het even niet... Jess, laat je nou een scheet? Dit is echt asociaal, hè, tijdens het opnemen. Maar Jess die mag dat, want Jess heeft zwangere buik, hè. Maar ja, goed, in ieder geval, dus ja, we kunnen niet meer dan stappen in de baan ook. Want ja, daar is het ook redelijk sneeuwvrij, maar het is nog wel knijter hard. Dus het is gewoon nog even niet, het weer ervoor om echt aan het werk te gaan met de jonkies. Want dan gaan ze gewoon op de bakkers. En eergisteren was er bijvoorbeeld wel zo'n dag dat ik rustig heb kunnen werken... heel voorzichtig. En dat ging goed. Oh, er wordt weer onscherp. Maar het is gewoon een beetje jammer dat het weer een beetje het goed in het eten gooit. En ja, wat ik zeg, de paarden die ijzerloos zijn, die komen makkelijk uit voeten. Maar de paarden met ijzers, zoals dus Novi, die voor ijzers heeft, dat is gewoon een beetje jammer in Jente en zo. Hallo, kom eens bij mij. Een vlog. Kijk eens, daar hebben we, dat is River. River? Kijk eens wie er is. Kijk, dat ben je zelf. Woe! Hij ziet dat paard. Hij denkt, oh, ik sta nu bij Jester's stal namelijk. Met River gaat het ook heel goed. River moest naar de dierenarts omdat hij een beetje een soort verkouden was. Maar dat gaat nu heel goed. Maar hij is een beetje, oep, ga maar. Een beetje bang voor Jess. Ik weet ook niet waarom. En ik zie achter mij, kom eens. Hallo, kom eens even bij mij. Kom eens even dag zeggen. Oh, zo. Deze is groot en zwaar, jongen. En dat is Woody. Kijk, Woody is ook een beetje, die denkt, oeh, ik zie een paardje bewegen.
Kijk eens, Woed, dat is Jazz. Oeh! Maar ja, met de katten gaat het ook heel goed. En Poes die staat hier ook, maar Poes wil niet zo graag opgetild worden. Of wel Poes. Nee, Poes gaat wegrennen. Dat dacht ik al. Maar ja, sorry jongens dat ik geen leukere video online heb kunnen zetten. Maar ik hoop dat jullie het leuk vinden dat ik in de race zat als YouTuber voor Applejack. En dat dat nu werkelijkheid is geworden. Dus dan komen daar hele leuke video's op. Beter dan deze, denk ik. Want dat is allemaal wat serieuzer en minder dit. Allemaal van dat gebabbel. Maar goed, we doen het ermee. En ik hoop dat in de volgende video's het allemaal weer super leuk gaat worden. En dat het weer ook iets beter wordt. Dat ik ook weer iets met paarden kan laten zien. En ook een beetje mee kan nemen in het grondwerken van Novi. Want ik denk dat jullie dat misschien leuk vinden. Om ja, een beetje het traject te doorlopen met hoe het is om een jong paard op te leiden en te hebben. En dan ga ik bij deze de vlog afsluiten. Ondanks dat die ja, dus een beetje saai was en niet zo leuk. Hè? Ja. Maar ja, ik kan er op dit moment niet heel veel aan doen, jongens. Ik ga lekker kuil voeren. En dan hoop ik dus dat het weer beter wordt. En dan zie ik jullie graag in de volgende video. Die wel leuk gaat worden. Mits er geen sneeuw is. En dan zegt Riffer. Riffer. Zeg maar dag. Dag. Riffer wil geen dag zeggen. Oh ja, en ik heb nog één kleine vraag aan jullie. Voordat jullie deze video wegklikken. Nog niet doen. Ik heb een vraag. Zoals deze dagen. Ik heb wel iets te vertellen zoals Applejack. Willen jullie dan wel dat ik upload? Of zeggen jullie als het echt inderdaad sneeuwt en ik kan niks laten zien. Zeggen jullie dan van nou Tess, upload lekker op Instagram en post niks op YouTube. En dan komt het goed. Want ik wil wel elke keer een video over jullie klaarzetten. Om jullie ja, up-to-date te houden. Alleen ja, als er niet zo heel veel te doen is. Dan ja, vind ik dat wel jammer. En ik ben bezig met microfoontjes. Dus dan kan ik ook filmen als ik op Santos rijd. Als er iemand mee is. En dan kan ik ook wat vertellen. Maar ja, daar sta ik natuurlijk nu bij de binnenbak. Maar ja, ik hoop dat jullie daar een antwoord op kunnen geven. Van, zeg je dan van nou, liever geen vlog? Of liever wel gewoon een vlog zoals dit of een video zoals dit. Dat er gewoon een update is en dat ik gewoon een beetje langs stallen loop. En gewoon wat vertel. En ja, dat wil ik wel graag weten. Dus laat maar weten. En dan hoop ik jullie te zien in de volgende video. En dan zeg ik voor nu een hele fijne avond, want hier is het avond. En dan zie ik jullie heel snel in de volgende video. Doei doei!